Langs maar naar buiten. Daar kunnen ze niks tegen inbrengen. En hier. Misschien ook de mensen van de Essex testrun, die zijn net gaan testrunnen. Nou, dan ren ik er natuurlijk niet achteraan. Waarom niet? Daar word ik moe van, hè? Oh, ja? En ik heb de goede schoenen niet aan, natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En misschien ook jullie zijn natuurlijk, wanneer zijn jullie nou precies ook weer verhuisd? 26 augustus. En bevalt het? Ja, het nieuwe pand? Ja. Ja, 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 ja. Maar jullie hebben sowieso natuurlijk een stuk meer ruimte gekregen. Ja, klopt. En lekker alles aan de kant, alles netjes opgesteld. Dus dat is heerlijk om te werken. Voorheen hadden we natuurlijk wel wat meer een rommelige situatie. Ja, nou ja, dat oude magazijn dat stond behoorlijk vol in de Brakstraat. Had ook zijn charmes, alleen nu zijn we toch wel beter... Is dat trouwens alweer verhuurd, het oude pand, of nog niet? Nog niet verhuurd. Nee. Dus dat komt nog. Dus ja. Als mensen interesse hebben... Kunnen ze altijd even bellen. Altijd bellen. Ja, dat is heel goed. Ja. En zijn jullie ook gaan uitbreiden of zo met jullie collecties? Ja, of, assortiment hebben we, in ieder geval op runninggebied hebben we een aantal nieuwe merken erbij. Onder andere Onrunning. Dat is een merk, ik kan wel even een schoentje van laten zien natuurlijk. Dat is goed, ik loop achter jou. Dit is eigenlijk een schoen waar bij wijze van spreken tuin en slangen onder zitten. Dus iemand heeft dat bedacht. Als je een tuinslang onder de schoen plakt, dan... Dat ziet er inderdaad ziet er echt zo uit, ja. Ja, dan heb je ook een comfortabele schoen. Komt uit Zwitserland, dus nieuw concept. Heb je er zelf al op gelopen? Waar loop jij ook op? Ben je een hardloper? Ik ben een hardloper, maar ik loop hier op gelopen om te testen. En even buiten meegelopen, maar geen wedstrijdjes of trainingen. Maar voelde je wat te doen? Of, ja, het is heel comfortabel. Ja? Ja. Dus als mensen eens een keer wat anders willen, dan zou ik zeker aanraden om deze schoen te komen testen. Maar net als die schoenen waar ze nu op buiten lopen, heb je die ook zelf getest? Ik heb alles getest. Ja, anders kun je niet verkopen. Hè. Je moet altijd even zelf op gelopen hebben. En zie ik waar ik ook nog benieuwd naar ben, want er was vorige keer één grappige reactie. Ja, dat was iedereen was positief, maar die zei, het is wel een beetje rommelig het magazijn. En jullie hebben nu een nieuw magazijn. Ja. Dat is natuurlijk een stuk netter, of dat niet? Dat ziet er een stuk beter uit. Mag ik daar even, mogen we daar ook even kijken? Of ja, mag ik ook even kijken. Nou, dan lopen we daar ook even heen. Ja, maar op die vlonders, zeg maar, daar kan natuurlijk ook nog voorraad komen bijvoorbeeld. Hè. Dus, Hunter armstukken. Ja, maar buitenom het training assortiment hebben we dus zeg maar online ook fietskleding. Die triathlon spulletjes. En handschoenen bijvoorbeeld, mutsjes. Dat soort assortiment verkopen we dus eigenlijk online. Maar nog niet in de winkel. Nee, dat willen we straks in de nabije toekomst wat meer ook hier in de winkel gaan verkopen. En eigenlijk is eigenlijk een soort selectie uit dat assortiment. Want dat zie je zelf, dat is zoveel. Dat kun je niet allemaal in de winkel hangen. Dus heel veel is online te koop. En dan offline gaan we dat een selectie. En hoe zit dat dan eigenlijk met die winkel in de Gerenpassage of bij de Geren? Ja, onze uitlopende modellen gaan daarheen. Ja, ja. Of soms wordt er ook een speciaal assortiment voor ingekocht. Dus echt een outlet. Precies. Ja. Maar inderdaad, het kan dus zijn dat de Essex van nu, die zijn over 2 jaar, staat hier daar. Bij wijze van spreken. Ja, ja, meestal iets eerder. Want elk jaar heb je natuurlijk een nieuwe collectie. Dus dan loopt er een deel van die collectie loopt uit. En dat gaat dan vaak prijs het eerst online af en daarna gaat het naar de Geren toe. Maar al die, want ik zei beneden, zag ik heel wat bekende gezichten. Dat zijn inderdaad allemaal bekende lopers. Hè? Ja. Maar hoe vaak koopt nou een loper gemiddeld nieuwe schoenen? Of hebben ze 16 paar? Of, ik heb eigenlijk geen idee van dat komt ook voor natuurlijk. Maar gemiddeld gezien ligt aan hoeveel je loopt. Als je naar de kilometers kijkt, moet je tussen de 800 en 1000 kilometer je schoenen vervangen. Nou, iemand die 2 keer 10 kilometer loopt in een week, heeft er al 20 te pakken in een week. Nou, maar al 5 de week heb je al 1000 kilometer afgelegd. Dus moet je op 3/4 van het jaar moet je schoen al... Ik ga eens aan Johnny Kukkel vragen hoeveel schoenen die heeft versleept in zijn leven. Die heeft wel verteld, hoeveelste marathon was het nou? Al veel. Zo'n 2000ste dacht ik of zo. Dus, klopt. Die heeft wel wat kilometers gevreten, die jongen. Hij zou trouwens nog komen van de week, ik heb hem niet gezien. Dus John, waar ben je? Ja, precies. Ja. Kijk maar deze. Precies. Niet naar huis. Nee, alleen maar lachen. Dat is wel de nieuwste. Dit zou de meest futuristische moeten zijn. Oh ja. Maar dan is natuurlijk de handvraag. Lopen ze lekker? Lopen ze goed? Nee. Ja, maar ik ben nog niet meteen een aantal gaan schaffen. Nog niet. Nog niet. Dus er komt zo meteen nog een verhaaltje bij en dan... Ja, dat is wel allemaal. Ja, we zijn niet op zonde of niet meer. Ja hoor.
Weet je, we hebben een hele techniek training gehad. Ja, dat hebben we hier voorbereid. Je gelijk wat vertellen over de Halloween run of niet? Dan ben je er toch. Ligt je op schema? Ik zeker op schema. Ik zou zeggen, kom lekker langs donderdagavond. Dat is leuk. Maar dan moet ik natuurlijk wel een goede schoen hebben. Dus, hoe vond jij ze lopen? Ja, alle innovatieve. Loop jij normaal ook op Essex? Nee, ik heb niet per se een vast merk, alhoewel ik de laatste tijd al veel hoog afgelopen. Maar ik stelde net aan Sico de vraag van hoeveel schoenen koopt de gemiddelde hardloper nou zo'n beetje? Maar hoeveel paar schoenen heb jij thuis? Ik weet niet dat ik de gemiddelde ben. Nee, maar hoeveel paar schoenen heb jij? Mag ik dat vragen? Ik denk dat als ik hier even zou meenemen dat het zeker 10 actieve paren zijn. 10 actieve paren? Ja, het kan zijn dat dan net of de schoen net een half maatje klein was, dat zou kunnen. Maar dat is, ja, dat hangt er vanaf. Maar jullie niet of je deze wit. Dit is inderdaad echt qua comfort, loopt die gewoon fijner dan die andere. Zitten ze lekker? Ja, zeker. Ja. Ja, maar ik kan nog kiezen dus. Oh ja? Wat is het verschil tussen die twee? Dus alleen een andere kleur, moet je zeggen. Een kunststof plaat zet hier aan de zijde, okay. Voor de damping. Ik weet het nog niet. Ja, een stukje exclusief zeker duurloop, zeg maar. Zodat je echt wat kan op een veilig stuk. Is ook verlichting, vind ik ook heel belangrijk. En daar kan je gewoon kijken wat de schoen voor jou doet. Dus dan kan je eigenlijk op verschillende tempo's kan je een beetje kijken van, hey, wat doet die schoen eigenlijk? Voelt het voor mij heel lekker aan als ik een grote tempo pak? Of juist, wat doet hij als ik een lage tempo pak? Dus dat, als iedereen zover is, gaan wij zo weer naar buiten en dan gaan we die kant op. Yes? Alright. Geef hem van Jetje. Ja. Ik krijg er wel doorspraak van. Ja. Dat doen we volgende keer weer, hè? Hey mensen, tot de volgende, tot ziens. Hoi. Ja. Nou, kijk. Dat is ook weer een compliment. Ik had ooit ook deze, maar dan met die. Sico, dankjewel voor je tijd. Ja. Tot de volgende keer. En, en komt er binnenkort weer zo'n test? Zo'n testrun? Of, ja, februari verwachten we weer de test. Gaan we weer een test doen. Met die schoenen met die nopjes eronder. Oh, die moderne, hè? Ja, dat is heel mooi. Running on clouds. Right on. Hey, dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer. Hoi. Salut.